Nou, jullie hebben dus geprobeerd zelf die poes eruit te halen, dat lukt niet. En uiteindelijk hebben jullie de brandweer gebeld. Maar hoe ging dat dan? Gisteren hadden ze eerst geweigerd om mij eruit te halen. En ze zijn hier met 10 man geweest, met brandpakken en alles heen. Ja, ze hebben even gekeken en vervolgens zijn ze weer weggegaan, want ze vonden dat het niet om een mensenleven ging. Daar zijn ze dus vandaag alsnog teruggekomen en is het zeg maar uitgekomen.